Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Ook mijn gloednieuwe aflevering van een Pokémon Glow Incarnate Shiny Catalog met de Sandring en Milani. En intro momentje, die vergat je eventjes. Ja, hij heeft wel echt een fantastisch intro momentje vandaag hoor. Dat dacht het is geen wel. Paula de Koe, maar verder ben ik zeer tevreden. Nou, dat dacht ik al. Dat dacht ik al wel. Ik denk, hier kan jij wel zo'n haatje om doen. Voor de mensen thuis, ik weet dus niet wat hij doet. Hè. Dat is dus altijd bij mij een verrassing. En dat is dan weer een Engels lengel. Yo, dat is zeker een Engels lengel. Gloom? Straks krijg ik Gloom, weet je wel. Dat kan gewoon. Je bent niet altijd Paula. Een speciale goo. Want deze koe is lang niet moe. Nou Paula, nu ben jij aan de beurt. Een yo-yo yoghurt. Een moetje ontdekken. Die moet je wel ontdekken. Het is Paula yoghurt. Met van die heel zieke vruchtenvlekken. Oh ja, dat was af. Je krijgt Paula dat voor elkaar. Yoghurt, vruchten, oeh, een dubbelbattle. En klaar. Nee! Oh, stop. Ik weet niet waar die agressie vandaan kwam. Die battle die is dubbel. Daar hebben ze een hele speciale koe. Hoe is dat zo'n goed nummer, denk ik dan. Ja. Nee! Sandring doet velen. Moet ik nou eenmaal... Ik denk dat ik moet switchen, dat denk ik. Voor de mensen thuis, daar komt ie! De schijnende Latiosing! Wow! Oh, hij is nog niet op binnen. Maat. Dit gaat wel goed hoor. Dit gaat wel goed. Nou, gelukkig. Oh, acrobatic. Dat is goed als je geen item hebt. Ik denk dat je Gobbit nooit een item gaat geven als perk. Nee, als jij acrobatic hebt. Nee, je hebt wel al een revival Gobbit, hè? Yes! Lekker in, zeg ik dan. Na 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 na. Het is traag, joh. Ik ga met versnelling. Dat is ook een Engels woord. Ik luister jouw perch, kaboomie. Ik luister jouw perch niet zo graag. Maar als je iets anders hebt, dan eet ik dat wel hoor. Oké. Snap je hem, man, lusten? Ja, ik snap hem. Ik zei schat tegen jou, Sander, hoor je dat? Oh. I do be loving you, je bent zo'n McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Pas op dat je niet zo'n... Nou ja, het mag eigenlijk wel dat je zo'n smartie op je pant laat vallen. Ja. Want Sander, nu ben jij aan de beurt. Ben ik aan de beurt? Oh, ja. Yo, yoghurt. Moet je ontdekken. Dat intro een beetje, oh, ik kon echt mijn lach niet inhouden, joh. Dat is misschien wel het mooiste eraan. Misschien, hè? Moet ik even slim doen. Oh, wauw. Wat? Ik kom een shiny tegen. Ik heb hem wel al en ik heb natuurlijk al een shiny deze route. Maar ik kom gewoon een willekeurige shiny tegen. Ik niet. Shiny Papa Steve. Kijk, maar in het begin had ik steeds de shiny eerst. Dus dat mag ook wel. Ja, maar ik had hem al in deze route. Ja, dat weet ik. Oké, dit is de Weather Institute. Niet alweer. Snap je hem? Ja, het is Sander, stop alsjeblieft met snap je hem. Is het nou... Oh nee, dit is geen shiny. En dit doet de save in. Snap je hem? Sorry. Nu snapte ik hem niet omdat ik hem niet hoorde, maar ik wil hem ook niet snappen. Nee, ik zei het gewoon ook uit het niets. Ik zei... En toen zei ik, snap je hem? Maar dat zoek eigenlijk helemaal nergens op. En dat vond ik wel funny. Oh, ben je Arjen Lubach? Die wil ook altijd dat dingetje. Ja. Ik wilde eigenlijk nog eentje met de Nando-versie van Lekkering. Lekkering.
en Mighty. Mighty Anna Party? Welke heeft Mikey dan? Mikey heeft er toch ook één? Of is dat Nando's versie? Dat is Nando's versie. Oh. Dat is gewoon Nando die Lekkering zegt. Lekkering. Heel goed, heel goed. Je bent een speciale koe. Ik denk dat het geen koe is, maar nog niet. Ik wou iets erachteraan zetten, maar ik denk niet dat het mag van jou. Goed zo, dan ben maar stil. Jongens toch. Ik zit er toch wel een beetje over na te denken om misschien toch te worden. Maar ik wil gewoon een andere dan jij. Ik wil een heel ander team dan jij. We hebben exact hetzelfde team nu namelijk. Dat is gewoon echt niet waar. Ik kan nu niet, dat jij zei, stop met snapje, moet ik nu echt bij alles wat ik zeg, heb ik de neiging om snapje te zeggen. Dit is echt lastige erg. Jongen ben je. Oh nee, je bent vermoeiend. Nee, dat ga je niet zeggen. Sorry toch? Weet je hoeveel damage dat wel niet doet? Weet je hoeveel damage dat niet doet? Oh nee, die hebben jullie nooit geëncounterd in mijn geweldige game. Ik vind het wel spannend om de hunnebedden te trotseren. Staan ze gewoon langs de weg? Soort van. Ja, ze staan langs de weg trouwens. Oei joh. Maar goed, dat is tussen mijn woonplaats en een andere plaats in Drenthe. Dus, en ik kom jij niet tegen, zeg maar. Dat is Nomina Noorn. Paard voor drie. Paard voor drie. Glooming! Oh, nou is op! Ik wil gewoon shiny! Yo, Tropius? Nog steeds niet shiny. Nou, die Weather Institute is wel bezig, zeg. Ja, het is bitter hard aan weather. Voor de mensen die ze afvragen, loop je nou weer voor op Sander? Ja, het is weer zover. Bro, ik heb echt de hele halve game heb ik voorgelopen. En jij deed ook cheaten, want jij deed deze met... Nee, dat is niet cheaten, maar jij deed deze met Sweet and Honey. Nee, met Honey. Maar ben je ook thuis? Honey, I'm home. Hé, hey, dit keer snapte je hem wel, want ik hoorde je lachen. Dus nu hoefde ik het niet te vragen. Ik moet gewoon bij alles gewoon lachen, dan stop ik ermee. Ja, maar dan moet het wel grappig voor zijn. En dat is wel iets wat jij wel eens vergeet. Auw. Ik zie een machtige hyena. Ik maak dat hem kijken. Niet van zo'n speciale koe eigenlijk. Weet je al welke Pokémon je gaat gebruiken in de volgende Cage Match? Ik kan ja zeggen, maar dan lieg ik. Nee, dus oké. Okay. Nee is ook wel. ik had ook gewoon nee kunnen zeggen, maar nee. Nee, dat moest ik niet doen. Featuring moeilijk. De nieuwe, of de volgende level cap is 44 trouwens. Oh. Dan ga ik niet rennen. Mijn Golbat is dan 39. Mijn nest zijn veel hoger, Sander. Dat ga je gewoon redden als je gewoon doorloopt straks en niet te veel trainers doet. Ja, ik ga straks al op ongeluk weer moeten bevechten. Nu shiny bling. Oeh. Wat kut is, als die line nu shiny was, moest je nog verder. Ja, dan stop ik ermee. Shiny Gloom? Oeh, wel een Gloom. Ja, je bent wel zo'n oude genie. Oh, dit wordt hem niet. We kunnen wel afspreken dat als je Shiny Oddish krijgt, dat jij hem belossen maakt en ik Fireblue. Ja, dat doe ik wel. Waar moet ik nou weer belossen gaan? Ik dacht al, wanneer gaat hij er wat van zeggen? Belossen. Nee joh, ik wil best belossen pakken als jij gaat Fireblue dan. Ik vind belossen wel cute, maar dan ga ik hem gewoon nooit gebruiken. Totdat je straks moet. Dat je wide out bij Lysa en Tate. Nou, deze man is zo weinig. Vertrouwen.
groot. Oh, ik heb zo zin om straks Shiny Absol tegen te komen. Nou, dat weet je nog helemaal niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik doe manifesteren, Sander. Je jinxed het. Nee, manifestering. Nee, dan ga je alles behalve Shiny Absol tegenkomen. Laat maar op. Yo, Keklië? Kijk die een kaper? Ah, geef mij maar zo'n kast voor. Shiny, mag geen shiny. Werkt niet. Nou. Moet je per se... Ah, wat een kut game. Ja. Ik laat de castform wel zitten. Zoek maar uit. Het is toch niet randomized. Kijk, als het nou randomized was, dan ging ik het wel doen, maar... Doe je het offscreen wel. Ja, precies. Zometeen moeten we tegen May. Dat wordt wel spannend. Moet mijn Pokémon nog healen? May I? Nee. Hè? Huh? May I, zei ik. Als in mag May ik. I? Ja. Mag ik heen. Tegen May? Dat mag. En daarna krijgen we HM 124.000 fly. Nee. Oh, wacht. Dat is wel positief. Gelukkig mogen we HM's aan alles geven. Dat is wel heel fijn. Hey! Hallo. Nee, ik kan niet. Running. Dus mijn reactie was... Hey, wat gebeurt hier nou? Oh, jij krijgt stuk maar. Had jij niet super veel moeite met deze guy? Vorige keer? Met mij? Ja. Op die bridge? Volgens mij had jij daar wel Pokémonnetjes voor. En toen ging ik er zo doorheen. Volgens mij door die Grove Isle. Kan dat? Nee, ik had heel... weet ik niet of dat kan. Zou kunnen hoor. Weet je waar ik heel veel moeite mee had? Met Norman. Nee, dat weet ik nog wel. Oh. Hij hoorde het niet, volgens mij. Met jou. Oh, ja. Nee, maar dat had ik zelf ook gezegd namelijk als ik in jouw schoenen had gestaan. Dus ik vond het gewoon een goede opmerking, maar ik hoorde het niet. Ja. Oh, je hoorde het echt niet dus? Cool. Nee, ik hoorde het echt niet. Anders had ik er wel op gereageerd, maar ik had hem zelf ook op bedacht. Ik dacht van, dat gaat hij zo zeggen. Nee! Ja, nee, dat klopt wel, maar dit nee. Zuko is level 41? Zoals ze dat zeggen in de tekenfilm. Ik weet niet of jij dat hoorde. Nee. Ik weet ook niet of je dat op Discord... Oeh! Wacht! Niet te snel. Oh, nice! Oeh, dit is heel ziek. Die is wel vet, Sander. Weer opnieuw haze? Ik zei net ook al, nee, ik hoef geen haze. Maar die is wel leuk. Dat is onze Kiriga. Weet je... Staat op het punt om te zeggen... Aju paraplu. Snap je, man? Het regent. Nu was het goed. Sorry, die vloekte... Ja, dat maar is was gewoon, wel grappig. Die vloekte er gewoon uit. Dat was hij niet was wel grappig. Om lullig te doen met de snapje. Ik weet wel hoe ik deze val neem. Ga niet meer trouwen. Snap je? Aflevering... Nee, dat weet ik nog niet. En dan, snap je, die hangt 23 uit mijn hoofd. 23 pas? Oh, dan gaan we best hard. Ik dacht dat we veel verder al zaten. Maar ik ga ook wel lekker. Ga je ook los? En we doen het ook allemaal. Denk ik wel. You got me. Of zoals Walter White zou zeggen, you got me. Blijft leuk. Een witte Walter. Het is jammer genoeg geen pizza op het dak, maar het is ook wel een leuk tippie. Weet je dat, jij weet sowieso, je hebt dat sowieso weer niet gezien en zo. Ik ben getreken, man, dus ik kijk geen Breaking Bad. Nee, Breaking Bad kon even serieus, heb je Breaking Bad gezien? Heb je niet gezien? Nee. Nee, het pakte me niet zo erg. Ik heb wel geprobeerd, maar... Ah. Jij hebt Game of Thrones niet gezien, hè? Terwijl jij bent toch ook wel een beetje zo'n fantasy, man. Gelukkig niet.
Maat, dat is echt de beste. Ik was heel sceptisch in het begin, maar dat is echt de beste serie die ik ooit heb gezien. En ik heb heel veel series. Ik heb één aflevering gezien. Ooit. Het dat is alleen maar seks en tenminste wat ik me kan herinneren hoor. Wat ik me kan herinneren. Dus nou, er zit ook wel seks in. Maar het zit echt zo goed in elkaar. Ik heb gehoord dat de laatste seizoen en de afhandeling, dat mensen echt boos waren en zo. Ja, maar dat zijn weer van die Mauwerts. Het is niet het beste seizoen, het laatste seizoen, maar het is ook niet super slecht. Maar, oké, dan heb ik een andere vraag. Heb jij Dragon Prince gezien? Sterker nog, daar heb ik nog nooit van gehoord. Echt niet? Dat is van nee. Aaron Chaos. Chaos. Wie? Dat sorry, is... ik ben niet echt. Ik ben okay. Daar niet goed in, zeg maar. Ik weet okay. Heel veel van dat soort dingen niet. Dan ga ik nu een andere vraag stellen. En ik denk dat je deze wel gezien hebt, maar dat weet ik niet zeker. Fuck. Heb je. Nou, hoezo kan ik niet zonder te lachen? Marilyn. Oké. Doei puppies. Heb jij Avatar The Last Airbender gezien? Ja, ik zei het zonder te lachen. Ja. Aaron Chaos is dus. Of. Ja, Chaos is het volgens mij. Die heeft een aantal best wel belangrijke afleveringen geschreven. Die is heeft het niet, dus de. Is Dragon. Het niet Aaron E.S.? Aaron E.S., dat was hem. Ah, dat had me wel wat gezegd. Oké, ik ben een loser boy. Oké. Ik wist dus ook nooit of het Chaos of E.S. was, maar. Maar goed, die heeft dus de Dragon Prince. Je hebt vieze beesten. Ja. Die heeft dus ook de Dragon Prince gemaakt. Oké. En ik denk, jij bent zo'n man, fantasy man. Je houdt van Avatar en dan vind je Dragon Prince vast ook wel leuk. Maar je hebt het dus nooit gezien. Dus ik wou helemaal een discussie beginnen over hoe goed of kut het is. Maar dat ga ik nu niet doen natuurlijk. Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Dus. Hm. Ja, dat is een anime of een cartoon? Het is meer cartoon. Het is iets meer 3D dan Avatar, zeg maar. Maar het is wel okay. echt cartoonish. Beetje de artstijl is in het begin heel erg wennen. Dat vond ik wel. Maar de serie... Oké, ik ga er nu toch een beetje op in. Ik vind de serie is best wel leuk. De eerste aantal seizoenen. Ik weet niet meer wanneer het... Voor mij fell off, maar op een gegeven moment was het voor mij klaar. Zeg maar, en ja, toen gingen ze door. Ja, ik wil vaak wel altijd dan alles ook zien. Ik ben er heel slecht in om dan niet alles te kijken. Nee, als ik echt een gevoel heb van zo is hij klaar voor mij, dan kan ik wel zeggen nu stop ik. Maar... Weet je waar ik vandaag achter kwam? Dat Catriel Layton gewoon een anime heeft van 50 afleveringen. Wat? Ja. Alleen jammer niet genoeg in het Engels. Dus dan moet ik hem in het Japans kijken. En daar heb ik dan al gewoon weer minder zin in. Ja, dat snap ik. Ik had dat bij... Een bagel! En een hoe noem je dat? Zo'n regional Delta. Form. Nee... Delta Gumi. Ja. Goed zo, Sandering. Want zij maken het verschil. Pokémon. Dit snap je alleen als je scheikunde bent. Als je scheikunde bent. Oké. Okay. Dus jij bent als je, scheikunde. Als je in een natuurwetenschappen zit, zeg maar. Ik ken wel de Delta-episode, tel dat ook? Nee. Ah. Sander, nou, volgende week begint de nieuwe Wie is de Malling. Ja, dat klopt. Oeh, Shiny Meryl, yay! En hij is geel, nog meer yay! Huh? Dat is jouw favoriet. Jongen. Dat is jouw mooiste favoriet ooit, toch? Ja, ik ben heel blij. Al had ik Bagon of die Gumi ook al vet gevonden. Maar we kijken het positief. Kijk, jij hebt heel veel Meryls. En de kans dat ik dan die Bagon of dinges krijg, is nu groter. Nee, wacht. Nee, wat? Dat is niet hoe dat werkt. Ah! Ik
wil shiny. Moet je hoe toch heb jij voor twee de... shinies wanneer ik er maar één krijg? Omdat ik gehoord heb. Ja, ik... Kijk, het is niet dat ik Oddish per se niet wil. Hey Oddish. Dat was wel goede timing. Maar het is meer gewoon... Ik wil mezelf ook gunnen om Tropius of Kecleon te krijgen. Ondanks dat ik die waarschijnlijk ook niet ga gebruiken. Pas als backup, zeg maar. Maar... Ja. Het verbaast me wel enigszins dat jij dat nooit gezien hebt, de Dragon Prince. Van wie heb je dat dan aangeraden? Want ik heb dat van iemand aangeraden gekregen, dat ik... Maar dat was niet van jou. Misschien wel Jordi of zo. Ik weet het niet. Sander moet een shiny behand. Het duurt lang. Het duurt te lang. Hij staat er al een tijdje, zoals Davina Michel zou zeggen. Katara? Pas op hoor, met je bloed. Snap je? Deze moet toch in mijn team, Sander? Niks moet. Dat klopt. Maar ik ben wel. Ik ben niet Milaning als ik het niet doe. Dat klopt. Dan wordt het wel kind of sus. Dan ga ik een emergency meeting callen. Yo! Trouwens! Hype! Emergency sus komt naar de Switch of zo? Die was al lang op de Switch. Het ging om de. DLC. Om de extra rolls en zo. Ja, nee. Laten we de volgende aflevering even over de Nintendo Direct hebben, ja? De aflevering is bijna af. Dat is fijn, want mensen die dit in augustus kijken, die weten dan wat er in direct is gezegd. Sorry! Het is niet zo erg dat je er volgend jaar pas over begint, zoals bij Jordi. Ja, precies. Waar zijn die klote shinies? Waar je hem, als je hem nodig hebt. Is dit een bold choice? Huge power, dat is wel nice. Alleen, oh ja, dat is zeker nice. Oké. Hoe heb jij echt letterlijk 3 shinies gekregen? Terwijl ik er nog geen 1 heb. Nee, je hebt ook gewoon een casual shiny gekregen, hè? Ook gewoon een single encounter. Oh ja, dat is waar, ja. Dus je zegt wel van, ja, maar hallo, ik heb woord gedaan, maar dat is, waar. Dat is niet helemaal. Ja, dat klopt wel, maar... There's more to it than that. Ah! Ik denk misschien helpt de kreet voor een shiny, maar nee. Oké, laten we zien. Evolving. En dan vind je die zelfs hartstikke lelijk. Was je zou kunnen, dan gaat hij gewoon weer uit mijn team. Wat is je minst favoriete kleur? Groen? Nou, ik vind hem niet super lelijk, maar ik vind hem ook niet heel mooi. Hier moet je... Oh, je bent ook nog niet eens dichtbij. Gelukkig dat sleep niet iets doet met je speed of zo. Kan ik in ieder geval nog gewoon weg. Je wordt hier zo moe van, dit is zo vermoeiend. Ja, en er is ook gewoon nog een grote kans dat je alsnog gewoon die Oddish tegenkomt, hè? Nou, Linoon is groter. Ja, maar ja, die ga je toch niet gebruiken, dus dan kan je beter gewoon horde hunten. Maar de kans is ook dat het een Gloom wordt. Ja, maar dan heb je hetzelfde. Of een Tropius, of een Kecleon, en ik ga daarvoor. Ja.
En Keklian, dan die kan je eventueel ook nog krijgen als sterk als je wil. Dat is waar. Maar die Tropius. Oké, eerst volgende Tropius. Als dat hem niet is, ga ik Hoort proberen. Er wordt wel volgende aflevering. Of nou. Oddish of Gloom. Nou, niet als ik nu een dingetje krijg. Dat was Tropius. Shit. Oh, hey, als ik dan nu hierna direct. Hoe lang moet dit duren? Denk ik dan ook. Maar dat ben ik, hè? Maar dat ben ik. Ja, dat ben jij maar. Laat mij dat gewoon ik zijn. Ik zou graag de part willen beëindigen zijn. Dat mag. Oeh, ik dacht... Maar niet met een positieve noot. Helaas. Maar de volgende aflevering wordt wel positief. Want dan gaat Sander helemaal tot hier komen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.